struint door de bomen, makken staakt in wild geraas. Heerlijk avondjes gekomen, avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gaat. Hey, hallo allemaal! Hey, wat leuk dat jullie er zijn. Zullen we even zwaaien? Hallo! Hallo! Ja, we zijn met veel, allemaal daar en daar en daar en daar. Helemaal leuk. Hey, en leuk dat jullie bij mij op bezoek zijn, want dit is mijn huis. Ja, helemaal leuk. En dit is natuurlijk mijn gitaar, hè? Ja. Zullen we eens kijken of die het doet? Oké. Okay. Over mijn huis zingen. Jullie zijn er nou toch? Het is echt zo'n liedje om lekker mee te klappen. Ik woon in een huis en dat huis staat in een tuin. Die tuin ligt aan een straat waarin een hele grote boom staat. Nee. Dat huis dat heeft een dak, een deur en een raam. En in de tuin daar zie je dat bloemetje staan. Zo. Hey, nou in ieder geval, leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Maar jullie komen natuurlijk niet alleen voor mij, hè? Nee. Voor wie komen jullie nog meer? Sinterklaas. Ja, precies. En zijn jullie ook een beetje zenuwachtig, of niet? Ik ben wel een beetje zenuwachtig, hoor. Heb ik een liedje over gemaakt. Nog een paar nachtjes slapen, dan komt Sinterklaas. Ik maak een mooie tekening voor het paard van Sinterklaas. Ik heb mijn lijstje gestuurd naar het adres van Sinterklaas. Ik ben al een beetje zenuwachtig, want straks komt Sinterklaas. La 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 la. La 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 la. Shit, en als Sinterklaas er is, dan kunnen we altijd onze schoen zetten. Ja. Hebben jullie je schoen al gezet? Ja. En zat er wat in? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Ik heb de schoen nog helemaal niet gezet. Zal ik hem ook even gaan zetten? Ja. Oké, ga ik doen. Ik heb hier een schoen. Maar ik heb ook een pantoffel. Ik kan er natuurlijk twee zetten. Kijk, misschien wel twee cadeautjes. Ja, ga ik gewoon lekker doen. En even kijken, daar moet wat in, toch? Ja. Oh, ik heb al wat, ik heb al wat. Pak melk voor het paard. Oh, oh. Oh, dit vindt hij ook lekker. Stukje kaas. Wat zeg je nou, of wat, hoor? Zoiets. Oh. Oké. Okay. Ja, dat heb ik dan weer niet. Maar een wortel, dat lukt toch ook wel? Ah, het vindt het paard hartstikke lekker. Ja hoor, oké. Okay. Zeg, maar dan moeten we even een liedje gaan zingen. Welk liedje zingen we dan altijd? Precies, Sinterklaas, Papoentje. Nou, dat gaan we dan even zingen. Sinterklaas, Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. 4, 3, 2, 1. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in mijn leeglijstonde, gooi wat in de huizen, zullen grappelen als muizen. Er zit helemaal niks in. We zingen het liedje gewoon nog een keer. Zingen jullie mee? Sinterklaas, Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. 4, 3, 2, 1. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in mijn leeglijstonde, gooi wat in de huizen, zullen grappelen als muizen. Ja, nou, ik heb helemaal geen zin om te slapen. We gaan nog een liedje zingen. Weet je wat? Dat kennen jullie allemaal. Zwarte Piet, wiede, wiede, wiet. Hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je Sinter groeten doen? Gooi wat in mijn lege schoen. Nou, nog een keer. Zwarte Piet, wiede, wiede, wiet, hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je Sinter groeten doen, gooi wat in mijn lege schoen. Nou, nog een keer, zingen jullie mee? Zwarte Piet, wiede, wiede, wiet, hoor je wel, maar ik zie je niet. Nou, we zingen nog één keer met z'n allen en dan heel hard. Zingen jullie mee? Zwarte Piet, wiede, wiede, wiet, hoor je wel, maar ik zie je niet. Hé, wat leuk! Wat een leuke Piet! Hey. Weet je wat? Ik noem je gewoon Leuke Piet. Leuke Piet, wiede, wiede, wiet, hoor je wel, maar ik zie je niet. Hé, hallo! Wauw, wat een boel Pieten zeg. Hey, zijn jullie muziekpieten? Ja, we horen dat hier Sinterklaasliedjes worden gezongen. Echt waar? Oké. En inderdaad, want ik heb mijn schoen gezet en ik ben met de kinderen samen aan het zingen. Dan willen wij wel meedoen hoor. Ja, echt waar? Ja, want wij zijn hele grote Dirk Scheele fans. Dus zouden we misschien een liedje van jou mogen zingen? Ja, natuurlijk. Kunnen jullie dat dan? Ja. Oké. Ben benieuwd, ben benieuwd, ben benieuwd. Ik heb een gitaar. Oh, die kennen we toch? Met z'n snaren. Ik heb een gitaar. Het schudt met mijn haren. Oh, stel maar even terug allemaal. Gitaar. Mijn handen die gaan op en neer. En dat doe ik steeds maar weer. Ik heb een gitaar. Met 6 snaren. Ik heb een gitaar. Het schudt met mijn haren. Wow. Mijn voeten stamp ik op de vloer. Dat vind ik heel erg stoer. Gitaarpiet. Wauw. Applaus voor de Pieten. Goed hoor. Hé, wat mooi. Maar ik dacht dat jullie alleen maar Sinterklaasliedjes zongen. Ja, meestal wel. Maar voor jou maken we een uitzondering. Ah, oké. Nou, helemaal leuk. Hé, maar komt Sinterklaas nog? Ja, er is alleen wel een probleempje. Oh, wat dan? Nou, Sinterklaas moet nog een klein beetje bijkomen van de reis. Ja. Oh, wat is er gebeurd dan? Nou, Kookpiet, hij daar. Hij heeft niet goed opgelet en de reis zonder water op het vuur gezet. Ja, en Waspiet, dit Pietje hier, die heeft de kleren veel te heet gewassen. Dus de pietenpakken wilden niet meer passen. Ach, hoe moet dat nou? We willen Dijk voor je zingen. Ja, dat is goed. Dan zou dit wel goed komen allemaal. Oh. Met een pepernoot. Kookpiet had niet goed opgelet en de rijst zonder water op het vuur gezet. De rijst die is toen aangebrand en de Sint die zei: wat is hier aan de hand? Olé, 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 wat maak ik nu allemaal? Wat is hier aan de hand? Zo komen we toch nooit in Nederland? Nu wel lekker binnen buiten, toch? Lekker binnen! Waspiet had de kleren veel te heet gewassen, dus de pietenpakken wilden niet meer passen. Ze waren te klein, oh hoe moet dat nou? En de sneeuw die zijn, dat staan de pieten in de kou. Dat het allemaal goed komt hoor. Oh, wat een probleem hè. Sint kreeg een medicijn van pepernotenpap. Want de pieten, die hadden nog een reservepak. Stookpiet heeft de boot heel heet gestookt. En Kookpiet heeft de rijst met water gekookt. En de Sint die zei: allee, ik ben nu weer tevreden. En de Sint die zei: allee, ik ben nu weer tevreden. En de Sint die zei: allee, ik ben nu weer tevreden. Zijn jullie al begonnen? Waar was je? Huh? Wat is er met jou aan de hand? Je ziet er zo anders uit. Ben je naar de kapper geweest? Nee, ik heb gedoucht, alle de routes ervan afgespoeld. Maar het zit er zo weer op hoor. Oh. Nou, ben je ook echt een roetveegpiet door de schoorsteen geweest. Helemaal leuk. Zeg maar, weet jij of Sinterklaas nog komt? Nou, hij had wat probleempjes met zijn baard. Met zijn baard? Nee, met zijn paard. Americo. Sinds zijn oude paard. Oh. Ik zing het wel. Oké, dat is goed. Ik ben benieuwd. Oh, gelukkig. Dat is weer goed gekomen. Ja, zeg maar, heb jij nog het laatste nieuws van Sinterklaas? Weet je waar die is? Nou, hij is wel op de boot meegekomen, dus hij kan in ieder moment zijn. Op de boot? Oh. Maar hoe heet de boot van Sinterklaas? De stoomboot, hè? Ik heb een idee. Als we nou heel hard het geluid van de stoomboot doen, met een vuistje voor onze mond, zo... dan komt Sinterklaas vanzelf wel deze kant op. Zullen we dat gaan doen? Oké, daar gaat hij. Kom op. Wauw. Applaus voor de Pepernoten. Wat zijn ze goed, hè? Wauw. Echt, het Spaanse temperament zit er lekker in. Hey, maar ik vind het wel leuk, zo'n oud Sinterklaasliedje. Ken je nog meer van die liedjes? Oh ja, zeker. Pieter, kom. Oh, heel benieuwd. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, is dat waar? Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. De hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, is dat waar? Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Oké, jongens en meisjes, ik heb jullie hulp nodig. Dus willen jullie allemaal even gaan staan? Kom maar. Heel goed. Oké, als ik zeg groot, maken jullie allemaal heel groot. En als ik zeg klein, maken jullie allemaal heel klein. Groot, klein. Groot, klein. Heel goed. En als ik zeg bergen met suikergoed, jullie allemaal dit bergen met suikergoed. Heel groot, doe maar mee. Heel goed, jongens. En als laatste, als ik zeg lekker, doen jullie allemaal dit. Gaat dat lukken? Hij is voor groot. Groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein. Van taaien mag ze pijn. En bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker, zo lekker en zo zoet. Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein. Van taaien mag ze pijn. En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker, zo lekker. Zit er iemand op zijn stoel te trommelen? Of zou het Sinterklaas zijn? Hij wordt al een beetje ongeduldig. Kun je even kijken waar hij blijft? Ja! Oh, waar zit hij dan? Hij zit op de deur te slaan. De deur zit vast dicht. Oh. Ja, maar je gaat zo niet zijn. Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben een goede vriend. Blijf maar dan mijn leuke snoet. Neem het wel goed. Sinterklaas, wat zou niet zijn? Dat is niet. Dat is Sinterklaas. Ik geloof dat hij komt, jongens. Applaus voor Sinterklaas. Sinterklaas, je komt maar binnen met je knet. Want we zitten allemaal even rot. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat u weer maar van je rijdt. Kom dan maar even bij ons staan. En laat je baantje maar buiten staan. En we zingen en we spelen en we zijn zo blij. Want we zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we zijn zo blij. Want we zijn geen stoute kinderen bij. Dat is fijn! Hé, wat fijn dat je gekomen bent! Sinterklaas! Sinterklaas, je komt maar binnen met je kent. Want we zitten allemaal even net. Misschien heeft u wel even tijd. Voordat je weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan. En laat je baantje maar bij. En we gaan zingen, jongen! En we zingen en we zingen en we zijn. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie er allemaal zijn en wat zien jullie er ontzettend mooi uit. Hallo, hallo, hallo. Oh, en Dirk, hallo, wat leuk om bij jou op bezoek te zijn. Ja, wat een eer Sinterklaas dat u hier langskomt. Ja, ja, zeker. En de Pieterband hebben de boel al overgenomen, zie ik. Ja, goed zijn ze hoor. Ja, die zijn fantastisch. Die kunnen spelen joh, dat is geweldig. Zeg, wat woon je hier leuk Dirk, wat een leuk huis heb je. Ja, heel erg gezellig. Dank u wel. Ja, het ziet er heel mooi uit. Oh. Zeg maar, Sinterklaas, u heeft een lange reis gehad. U heeft misschien wel even zin om te rusten. Wilt u even op een lekkere stoel zitten? Die mooie stoel hebben neergezet. Ja. Oh, kijk nou, wat een prachtige stoel, zeg. Daar ga ik inderdaad even op zitten. Ach, Piet, zou je zo vriendelijk willen zijn, mijn staf? Eventjes. Eens even kijken hoe dat zit. Even. Oh, dat zit heerlijk. Dat is een prima stoel. Ja, hoor. Precies, dat zit lekker, hè? Zal ik krukje even aan de kant zetten? Ja, ja, dankjewel. Helemaal goed. Zeg, maar, nou, fijn dat u er bent. En u heeft natuurlijk een lange reis gehad. U heeft misschien wel trek. Ik zou best wel wat lusten, ja. Heb je misschien iets in huis, Dirk? Ja. Ik had natuurlijk even boodschappen moeten doen. Ja. Vergeet de Spaans eten te halen. Een beetje gyros of Spaanse bosjes. Nou, het mag alles tapas zijn, Dirk. Ja? Ik ben niet zo moeilijk. Nee, oké, nou, dan ga ik even kijken. Kijk maar even wat je in huis hebt. Iedereen heeft toch wel iets in zijn koelkast? Ja, maar dat zegt niet alles bij mij. Maar, nou, ik zal eens even kijken, Sinterklaas. Een stukje kaas, maar dat wisten jullie al. Ja. Een wortel? Nou, nee, hè? Nee, geef die maar aan mijn paard. Ja. Ja, ik heb een broodje kaas, Sinterklaas. En ja, ik hoop dat u het lekker vindt. Het is het enige wat ik heb, maar het komt uit een goed hart. Een broodje kaas. Dat is het. Ja. Nou Dirk, dan kan ik je geruststellen. Daar ben ik ontzettend blij mee, want een broodje kaas is Sinterklaas zijn lievelings. Ja, daar ben ik echt dol op. Dus dat komt eigenlijk heel goed uit, Dirk. Gelukkig. Ik heb er ontzettend trek in en ik ga er ook meteen aan beginnen. Maar ja, niet als jullie allemaal zo zitten te kijken. Kun je niet ondertussen een leuk liedje spelen of zo? Een leuk liedje spelen? Ja, ja, dat kunnen we wel doen, toch? Dat maakt niet uit wat. Misschien een liedje over een broodje kaas? Een liedje over een broodje kaas? Ja. Bestaat dat? Dat kunnen we toch gewoon eventjes... Even maken. Even maken, nou ja zeg. Jullie zijn muzikaal zat. We maken gewoon een nieuw liedje over een broodje kaas. En het begint in de toonsoort chocoladeletter A. Oh, die is heel lekker. Ja. Dat is mijn favoriet. Ja. Heet dat tortilla of hele rijst met vis. In Spanje heet dat paella, maar in Nederland is hij verzot op de Hollandse pot. En het allerliefst is Sinterklaas een broodje kaas, la 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 la. Of een broodje kroket en een patatje met la 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 la, met mayonaise, Hollandaise. Sint eet ook graag boerenkool, een schot rode kool of zuurkool, een rookworst of een hahahaai, of een bakje kibbeling. Maar in Nederland is hij verzot op de Hollandse pot. En het allerliefst is Sinterklaas een broodje kaas, la 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 la. Of een broodje kroket en een patatje net, la 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 la. Met mayonaise, Hollandaise. Kom je daar Piet? Hij wil pepernotenpret, pepernotenpap, pepernotensaus en pepernotensap, pepernotensnoep en pepernotensoep, pepernotenmoes en peper. noot en een lekkere chocolade, lekker tompoes. Vind je die lekker hoor, ja? En een lekkere chocolade, lekker tompoes. En een lekkere chocolade, lekker tompoes. Nou, wat een leuk liedje. Ja, daar mag je echt best wel voor klappen. Want ken jij maar goed, Dirk. Je weet precies wat ik lekker vind. Nou, dat smaakt echt naar meer, hoor. Echt waar. Mm-hmm. Dat smaakt naar meer? Mm-hmm. Maar Sinterklaas, u heeft nog geen hap van uw broodje genomen. Mijn broodje? Oh, nee, ja, nee, dat zit zo. Zal ik even uitleggen. Kijk, Sinterklaas is heel oud, hè. En ik kwam erachter dat dit jonge kaas is. Maar ja, dat lust ik niet, want de Sinterklaas eet alleen hele oude kaas. Ja. Het broodje is trouwens wel een beetje oud, Dirk. Ja, daar ben ik dan weer niet zo'n fan van. Dus ik laat dat maar even voor wat het is. Vind ik ook helemaal niet erg hoor. Maar ik bedoelde eigenlijk die muziek, Dirk. Dat smaakt naar meer. Wat een leuke combinatie. Ja, jij met die Pieterband en in de Pietjesstrut zingen erbij. Het klinkt fantastisch zeg. Dat is echt heel erg leuk. Ja, ja, wat goed. Zullen we dan nog een liedje zingen, Sinterklaas? Nou ja, alleen maar leuk. Maar dan zit ik te denken, want er is van alles gebeurd hè, onderweg. Ja, nou, de kookpiet en de stookpiet, ja. De waspiet, dat ging allemaal fout hè? Ja, dat ging allemaal wat mis. Ja, dat is er net verteld. Maar er is nog meer gebeurd wat de Pieten me ingefluisterd hebben, wat de kinderen nog niet weten. Zal ik daar een liedje over zingen? Nou ja, dat is altijd leuk om het in een liedje te zingen. Van het dak en de schoorsteen. Oh, zou ik zeker vertellen. Ja, ja. Leuk. Oké, Pieter, zullen we dat dan gaan doen? Dan doen we een liedje in chocoladeletter C. Oh, dat is ook lekker. Ja, ja, dat is heerlijk. De pianopiet begint al. Sinterklaas is heel oud en heeft een lange witte schitterende baard. En zijn paard is ook oud en heeft een lange witte wapperende staart. Sinds zijn stad is rood en zijn jas die is rood. Sinterklaas en pepernootjes en pepernootjes. Chocolade en marsepein en voor papa en mama flesje wijn. Maar heb je het al gehoord? Sinterklaas is uitgegleden. Ja, hij liep op het dak. En opeens viel hij naar beneden. Leuke Piet klom in de schoorsteen. Maar zij had veel te veel gegeten. En opeens zat ze vast. En iedereen heeft het gegeten. Zo is het. Handen uit, handen uit, handen uit. Sinterklaas geeft cadeautjes. En pepernootjes. En chocolade en marsepein. En voor mama en mama flesje wijn. Maar het is allemaal weer goed gekomen. Leuke Piet, die is weer vrij. En de maan schijnt door de bomen. Dus de Sint is weer blij. En op Sinterklaasavond, dan komen ze langs. En dan krijgen jullie cadeautjes en pepernootjes. Sinterklaas geeft cadeautjes. En pepernootjes. Chocola en marsepein. En van papa en mama flesje wijn. Kom even zingen, ja! Sinterklaas geeft cadeautjes. En pepernootjes. Chocola en marsepein. En van papa en mama flesje wijn. is toch Americo? Hè, mijn hoor? Ja, ik hoor hem heel erg. Ja, prachtig dat je dat op een gitaar kan doen, Dirk. Dat vind ik toch wel echt heel knap. Oh, waarschijnlijk. Ja, heel mooi. Zeg, Pieter, hebben wij alle cadeautjes nu hier bij elkaar? Ik heb eens even geteld. Ja, het klopt. Hebben we ook alle kleine schoencadeautjes voor in de schoenen? Ja? Kinderen, hebben jullie je schoen al gezet? Ja, heel goed. Er zat toch wel wat in, hè? Ja, heel goed. We slaan niemand over, hoor. Dirk, heb jij ook je schoen gezet? Ja, Sinterklaas. Ik heb mijn schoen gezet. En dat weten jullie, want we hebben samen allemaal liedjes gezongen. Prima. Maar er zit helaas nog niks in. Wat zeg je nou? Er zit nog niks in. Er zit niks in? Nee, wacht. Volgens mij, ik zou nog maar even kijken, Dirk. Oh. Volgens mij heb je niet goed gekeken, want ik denk dat er toch echt... Ja, de wortel is weg, hoor. De wortel is weg. En er zit een... ligt een cadeautje. Ja. Oh. Ga even bij zitten. Dan gaan we even kijken. Oh, wat leuk, Sinterklaas. Ja. Wat zou dat zijn? Een chocoladeletter. Nee, dat lijkt me niet, Dirk. Hè? Het is een beetje groot. Een gitaar. Nee, een paar nieuwe oorbellen. Nee, hè? Nee. Of misschien een raceauto van Max Verstappen. Nee, ik zou het maar gewoon even openmaken. Ja. Dan zien we wat het is. Oeh. Wat is dat dan? Een metala-silo-pipelofoon. Weet je het zeker? Ja. Nou, je zal het wel weten. Dat is een muziekinstrument, Sinterklaas. Oh, ja, nee, nu zie ik het inderdaad. Ja. En volgens mij moet je daar op slaan. Ja, toch? Ik ga het proberen. Ja. Oei. Een stuk, Sinterklaas. Klinkt niet helemaal lekker, hè? Nee. Zal toch niet stuk... Wacht even, ik ga even aan de expert vragen. Drumpiet, heb jij misschien nog een tip voor Dirk? Of die het anders zou kunnen aanpakken? Ja, vanuit de losse pols slaan. Vanuit de losse pols, Dirk. Vanuit de losse pols. Probeer eens. Kijk, hè, dat klinkt al een stuk beter. Sinterklaas, misschien kan ik wel een Sinterklaasliedje proberen. Nee, dat is nog niet helemaal goed. Ik ga nog even proberen. Ik had hem wel bijna herkend. Zing maar mee! Juist. Heel mooi. Groot applaus. Wat knap, Dirk, dat u daar ook meteen weer zo op kunt spelen. Wat ben je toch muzikaal, wat goed. Ja, dank u wel, Sinterklaas. Ja. Ja, ik heb altijd veel muziekles gehad, Sinterklaas. Ja, dat is belangrijk, hè, kinderen. Zitten jullie ook op muziekles? Ja. Heel goed, hoor. Ja, het doet veel voor je, hoor. Lekker doen. En Sinterklaas, heeft u vroeger ook muziekles gehad? Sinterklaas? Of ik? Oh, eens even nadenken. Ja, het is heel lang geleden, maar inderdaad... In een grijs verleden heb ik inderdaad pianoles gehad. Ja, klopt. Oké, pianoles. Lang geleden. En heeft u dan, dat is wel echt lang geleden, heeft u dan misschien nog les gehad van Beethoven? Beethoven. Ludwig. Ja, nee, inderdaad, zat ik mee in de klas. Ja, leuke jongen, hoor. Ja, een beetje doof, maar aardige knakker. Ja, nee, inderdaad, wat grappig. Ja, ja, leuk. Maar dan heeft u, kunt u dus piano spelen. Heeft u misschien wel zin om voor ons een stukje piano te spelen? Vinden jullie ook leuk, toch? Of ik nog piano zou kunnen spelen? Nou, eens even kijken. Ik weet niet of ik dat nog kan, hoor. Nou ja, ik zie ook trouwens geen piano staan, dus daar kom ik mooi vanaf. Hè? Nou, Sinterklaas, wij hebben een piano, maar dat is een moderne piano. Is dat een piano? Dat is een synthesizer. Een wat? Een? Synthesizer. Een synth... Een synthesizer, nou, het lijkt me echt iets voor mij. Eens even kijken wat dat dan precies is. Is dat dit hier, Piano Piet? Ja, eens even kijken. Oh ja, ik zie het al. Dat komt me bekend voor. Eens even kijken hoor, of ik het nog kan. Oh, ik ben deze even kwijt. Zo. Even zien. Ja, oh, zo. Zo. Ja. Dat zal ik spelen, eens even denken. Herkent, ja. Het is Hoor de Wind Waait. Willen jullie dat allemaal even met de zin meezingen? Anders dan sta ik zo alleen te spelen en te zingen, ja. Zullen we dat allemaal even meezingen, ja? Hoor de wind waait, door de wallen weer in huis. Mooi. Zou de goede zingen, nu het weer nu het hij wist hoeveel hij wachtte. Ja, gewis, dan kwam hij door. Ja, gewis, dan kwam hij door. Applaus voor Sinterklaas! Goed hoor! Heel lang geleden. Ah, wat leuk Sinterklaas dat u voor ons een stukje wou spelen en zingen. Het is net fietsen, je verleert het niet. Nee. Zeg Dirk, waar zit jij nou eigenlijk op? Dat komt mij toch heel bekend voor? Dat is een cajon. Dat is een Spaanse trommel. Ja, inderdaad. Een Spaans muziekinstrument, inderdaad. Ja, dat klopt. Hé, maar daar zie ik nog een Spaans muziekinstrument staan. Die ken ik. Dat is een Spaanse gitaar. Zien jullie dat, jongens? Ja. Dan heb je al 2 Spaanse instrumenten. Nou, dan zou het toch wel heel erg leuk zijn, Dirk, als jij voor Sinterklaas een mooi en voor ons allemaal een mooi Spaans lied zou kunnen spelen. Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen, maar ik kan niet cajon en gitaar tegelijk spelen, dus misschien wel een Piet op de cajon trommelen. Ja, daar hebben we een speciaal Pietje voor, kijk. Ja, dat wil ik wel doen hoor. Ja, die speelt super. Alles. Multimuziek Piet, ja. Die heeft ook veel muziekles gehad. Oh jee, Spaanse muziek, wat spannend. Nou, ik vind het helemaal leuk zeg. Ja, dat is toch favoriete muziek van mij, hè? Kijk. om deze geweldige band aan jullie voor te stellen. En ik verwacht natuurlijk een heel hartelijk applaus voor deze Pieten. Allereerst voor de drumpiet! En natuurlijk de basgitaarpiet. Oké. En niet te vergeten de gitaarpiet. Op de piano en de synthesizer, de piano beat. En natuurlijk de Kanariepieten. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Pepernotenpret, Sinterklaas, dat goedje, ik heb mijn schoen gezet. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want we hoeven nog niet naar bed. Pepernotenpret, Sinterklaas kapoentje, ik heb mijn schoen gezet. Pepernotenpret, we zingen en we springen en we zijn zo blij, want we hoeven nog niet naar bed. Geweldig leuk nummer, Dirk. Lekker Spaans nummer. Het is echt helemaal feest daar ook in de zaal, hè? Ja, dank u wel, Sinterklaas. En het is gezellig daar, Sinterklaas. Ja, ik zag het. Je stond er middenin. Fantastisch. Ja, ja. Zo. Oh, het zijn wel heel erg veel cadeautjes, zie ik nou. Pieter, gaan we dat allemaal wel redden met z'n allen? Nee, hè? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat we wel wat hulp nodig hebben, eigenlijk. Misschien is dat een goed moment om even wat hulp uit de zaal te vragen, hè? Goed, Pieter, als jullie nou alle drie even 2 hulppietjes gaan halen uit de zaal, dan hebben we 6 hulppietjes in totaal. Als er 6 hulppietjes zijn die ons even zou kunnen helpen, ga ze maar even halen. Steek dan even je vinger op als je een stevige kerel of een stevige meid bent en je denkt, ik kan wel wat even wat... ja, helemaal goed. Dan kom je even ons helpen. Gaan we ook weer nodig, Sinterklaas? 6 hulppietjes? 6 hulppietjes willen we graag. Dat is genoeg. Ja. Oh, kijk, daar zie ik er al een hele goeie. Ja. Kijk, daar komen er ook al 2 aan. Er zijn zoveel cadeautjes. Dus gaat het allemaal niet lukken, hè? Zo, kom erbij, wat leuk, Pietjes. Hey. Oké, daar zijn ze. Zo, ik denk dat we genoeg Pietjes hebben. Ja, we hebben genoeg hulppietjes. Ja. Aha. Oké. Nou, even een applaus voor de Pietjes. Oké, ja. Hartstikke goed. Nou, helemaal goed. Ja, nou. Toch een beetje spannend, denk ik. Toch een beetje spannend. Ja. Nou, heel fijn dat jullie er alle 6 zijn. En weet je wat we gaan doen? Ik vind dat jullie nog een beetje bleekjes zijn op de snoetjes. En daarom gaan we jullie even, als jullie willen, door de schoorsteen heen laten gaan. Dan krijg je vanzelf een kleurtje. Zullen we dat doen? Ja? Is niet spannend hoor, is alleen maar leuk. Ga maar met de kanariepietjes mee. Dan gaan we even door de schoorsteen. En dan krijgen jullie... Maar misschien hulp Sinterklaas, misschien niet. Wil hulp Sinterklaas bij mij blijven misschien? Sinterklaas? Wil jij bij mij blijven? Collega, ja, kom maar even. Ja, Sinterklaas helpen. Ja, want Sinterklaas die gaat nooit door de schoorsteen. Hè? Sinterklaas die gaat kijken of het allemaal goed gaat. Toch? Ja. Hè? Jij kijkt ook even of het allemaal goed gaat. Hè? Zullen we dat doen? Ja, ja, oké. Helemaal goed. Nou, je mag ook allemaal zitten als je wil hoor. En dan wou ik nog wat zeggen, want aan het begin van de voorstelling werd gevraagd of er niet gefilmd en gefotografeerd wordt. Dat klopt ook, want de hele tijd dat geflitst van het begin af aan, dat werkt zo storend. Maar bij dit nummer en de rest mogen jullie gewoon lekker filmpjes en foto's maken. En maak vooral een mooi fotootje als ze uit de schoorsteen komen. Zie ik de pakjes ook even aan de kant? Dus even kijken. Allemaal goed zien? Ja. Zie ik al wat beweging daar. Hier komen ze uit, hè? Oh! Nou, ik ben benieuwd hoor. Zullen we een muziekje erbij doen, Pieter? Ja. Zometeen. Oké. Okay. Dat duurt even altijd, hè? Ze moeten helemaal naar boven, naar beneden. Oh ja! Dat is het. Ja, wij zijn het erover eens dat ze er heel erg goed uitzien. Hè? Ja. Ze zien applaus, hè? Applaus, applaus voor die hele pietjes. Heel mooi. Goed. Nou, nu gaan we aan de slag, jongens en meiden. We gaan even iets met die pakjes doen. Dirk, heb jij niet een leuk liedje erbij voor de hulppietjes? Ja, dan moeten we iets bedenken. Zullen we een liedje maken over de hulppieten? Dat kan je toch? Kunnen jullie een lekker Spaans muziekje inzetten? Daar zing ik wel wat over, ja? Ja, doen we gewoon. Liedje over de hulppieten. Oké, daar gaat-ie. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, kijk. Oh, dat is lekker jongens. De hulppieten. Een cadeautje hier, een cadeautje daar. Nog een heleboel, want we zijn nog lang niet klaar. Zachte pepernoten bakken. En cadeautjes inpakken. Met bakpapier en met plak. Want ze brengen ze door het hele land. Dan gaan we springen allemaal. Zijn de hulppieten, van de zin moeten ze opschieten. De daken op, de daken op, ze klimmen erop en ze zwaaien er af. Allee! Allee! Hallo allemaal, hallo! Ze kunnen heel goed strooien en pepernoten. Dan gaan ze daar heel snel doorheen en anders door een raam of deur. En ze hebben nooit een slecht humeur. Hey! Het zijn de hulppieten, van de zin moeten ze opschieten. De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze vlaaien weg. Moet je een cadeautje doen, van Den Helder tot Maastricht. Hey Piet! Dansend in het maanlicht en op de daken strillen en Sinterklaas liedjes zingen. Het zijn de hulppieten, de zin moeten ze opschieten. De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze vlaaien weg. Oh, 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 oh. Het zijn de hulppieten, van de zin moeten ze opschieten. De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze vlaaien weg. Ja, dankjewel. zijn zelfs de pakjes uitgepakt. Helemaal fijn. Kijk, een paar wijnglazen voor oma. Nou, ja. Die pakken we straks wel weer in, jongens. Ja, ja dat was dan weer... Nou, ja. Dat is helemaal goed gekomen, dankzij jullie hulp. Ja. Jullie mogen weer gaan zitten, maar ik zou zeggen nog één keer een groot applaus voor alle hulpdienstjes. Heel goed gedaan. Ja. Ga maar weer, jullie worden naar je plek gebracht. Hartstikke goed gedaan. High fives. Helemaal goed. Zo, nou dat hebben we dan ook weer in orde. Zeg Dirk, ik vind dat wel hele leuke liedjes hoor, die jij maakt. Dank je wel, Sinterklaas. Ja, fantastisch. Maar ik moet zeggen... Sinterklaas is toch ook wel een beetje gehecht aan die ouderwetse liedjes, toch wel? Ja, stiekem een beetje. Ik dacht, zouden we daar niet nog een paar van kunnen spelen? Een paar achterop. Dat kunnen we wel proberen, toch? Ja, misschien. Zullen we dat doen? Een paar van die ouderwetse liedjes. Maar dan een medley of zo. Weet je, de grabbelton, lekker door elkaar. Ja, we, precies. Ja. We doen ze gewoon even. Dan kijken we of we ze herkennen. Ja. Oh, de gitaarpiet begint al, jongens. Dat nou zijn. Gaat-ie, ja! Gooi wat in een laagje, dan is het een laagje. Hoi jullie! Sinterklaas papoentje, allemaal! Gooi wat in een schoentje, gooi wat in een laagje, dan is het een laagje. Sinterklaasje, bonbonbonde, gooi wat in de leeuwenkonde, gooi wat in de huis, ze schoppelen als muizen. Sinterklaasje, bonne, gooi wat in Hop, 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 Spanje is waarop. Sinterklaasje komt uit Spanje, hij wint af van Oranje, altijd is waarop. Hop, 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 hop. Hop, 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 we zitten nu rechtop. Want die lieve Sinterklaas, die brengt de speculaas altijd in van op. Hop, 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 hop. Hij komt, hij komt. Die lieve goede Sint, mijn beste, jouw beste, de vriend van ieder kind. Mijn handje klopt, mijn handje klopt zo blij. Hey, Funky Piet! De Piet ging uit fietsen, toen knapte de man. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterban een pepernootje zit. 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 Lijkt de kerstman wel, zeg. Ho, ho, nee, luister. Jingle Bells is een kerstliedje, ja? Jullie zijn echt weken te vroeg. Het is eerst pas Sinterklaas en dan is het kerst, hè? Dan mogen jullie dat spelen, maar nu nog niet, hoor. Dat duurt nog wel... Oh, jeetje. Is het al zo laat? Dirk, ik moet er vandoor. Oh, jammer. Ja, ik heb een heel druk programma. Ik moet toch zoveel kinderen zien. Ik moet echt weg nu. Ja, helaas. Het is heel gezellig, maar ik moet gaan. Maar... Nou, ik ga niet weg voordat ik een laatste verzoekje heb gedaan. Oh, ja, ik begrijp dat u weg moet. Maar leuk dat we nog één liedje kunnen doen. Ja, maar wat is dat laatste verzoekje dan, Sinterklaas? Dat is echt een liedje wat ik zelf heel erg mooi zing. Dat neurde ik altijd als ik op de daken met mijn paard ga. En dat is Zie de maan schijnt door de bomen. Ken je dat? Ja, natuurlijk. Dat kennen we toch wel, Pieter? Zou dat kunnen? Ja, lijkt me zo mooi. Doe allemaal nog even mee, hè? Ja, even luisteren. Van Sinterklaas, vol verwachting klopt ons hart. Ieder koe krijgt ieder hart. Vol verwachting klopt ons hart. Ieder koe krijgt ieder hart. Om een pret zal zijn te spelen, en die komt de harlekijn. Eerlijk zullen alles delen, suikergoed en marsepein. Maar ook één wat bitter zwart kregen wij voor koekenglas, maar ook weer wat minder zwart kregen wij voor koekenglas. Het wordt nu echt tijd. Ik ga er vandoor. Dag allemaal. Dag allemaal. Hey Sinterklaas! Dag Sinterklaas! Weet dat u er was? En helemaal leuk dat u applaus voor Sinterklaas. Waar zijn de pitten nou? Die zijn natuurlijk met Sinterklaas meegegaan. Ja, natuurlijk. Maar het was superleuk dat ze er waren. En dan heb ik een ideetje. Want ze hebben zelfs de deur open laten staan. Ze zijn zo snel weggegaan. Hey, maar voordat wij naar huis gaan, zullen we dan samen nog één liedje zingen? En dan gaan we mijn favoriete Sinterklaasliedje zingen. En die begint met geklak van het paard. Klak maar mee allemaal. Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippeltrappel, trippeltrap. Is het paard van Sinterklaasje, stippen, stappen, stippen, stappen. Paardje draagt met veel gemak, Sinterklaasje overdag. Paardje draagt met veel gemak, Sinterklaasje overdag. Paardje kan de weg wel vinden, stippen, stappen, stippen, stap. In het heldere maneschijntje, trippel, trappel, trippel, trappel. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar Detje toe. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar Detje toe. Zo. Dank jullie wel.